Als niemand het wil, dan drink ik het wel op, hè? Dan drink ik er wel twee, ja. Ga je niet laten staan, toch? Bloemwijn in Oberhausen. Voor het derde deel van ons kerstmarktonderzoek 2016 zijn we vandaag in Duitse Oberhausen. Het ligt een stukje verder over de grens dan Goch, waar we vorige week waren. Maar vandaag onderzoeken we of deze kerstmarkt de moeite waard is voor de Nijmegenaren naartoe te gaan. En René blijft vandaag in Nijmegen en onderzoekt daar wat men tijdens Oud en Nieuw het liefst heeft. Zelf vuurwerk afsteken of een centrale vuurwerkshow, net als tijdens de Vierdaagse. Welkom bij Wat zegt het volk? Here we go! Zometeen gaan we hier dus de kerstmarkt op in Oberhausen. Maar eerst kijken we nog even terug naar het nieuws van afgelopen week. Hier het mediaoverzicht in 1 minuut. Rockband De Staat is opnieuw genomineerd voor een Edison. Eerder dit jaar won de Nijmeegse band ook al een Edison voor hun clip Witch Doctor. De gemeente Beuningen wil in samenwerking met bewoners op zoek gaan naar de mogelijkheden om energie te besparen met openbare verlichting. Volgens de gemeente kennen de inwoners hun eigen omgeving het beste en weten ze beter dan wie dan ook waar de verlichting nodig is en op welke tijdstippen. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling vorig weekend is de trein van Nijmegen naar Den Helder al 8 keer gestrand. Wanneer de trein meer dan 7 minuten vertraging oploopt, wordt deze namelijk uit de dienstregeling gehaald. Het Nijmeegse college van BMW wil waarschijnlijk artikel 1 van de grondwet op een prominente plaats in het stadhuis zetten. Het artikel staat voor gelijke behandeling van de Nederlandse ingezetenen en dat vond GroenLinks een reden om het initiatief voor te stellen. Nederlanders zijn relatief zuinig tijdens de kerstdagen, althans dat blijkt uit onderzoek van GL8. Gemiddeld geven wij €468 per huishouden uit en dat is maar 2/3 van het Europees gemiddelde. Tot slot kunnen we het wel vergeten dat we een witte kerst gaan krijgen. Het blijft de komende tijd vrij zacht voor de tijd van het jaar. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. We gaan zo even terug naar Nijmegen voor de peilingen over vuurpijlen. Maar om alvast in de kerststemming te komen, gaan we eerst sfeerproeven op de kerstmarkt van Oberhausen. Oké, okay. Gelijk bij de goede kraam, chocola. Oh, jij wil meteen eten. Ik nou wat ja. Leuk. Ja, dit is leuk voor je vriend. Voor je vriend? Ja, dat is voor je vriend. Een hartje. Oké, okay, nou, ik liebe dich. Oh, dankjewel. Ik liebe dich. Au. Au. Oké, dan heb je weer van die... Daar had jij het vorige week over in Koeken. Hier in Oberhausen hebben ze die ook. Die zien er hier wel echt nog beter uit. Typisch Duits. Oké, dan lijkt naar een worst. Lijkt op die zwarte worsten. Van vorige week. Heb je die van vorige week geproefd? Nee. Nee, ik heb een braadworst gegeten. Een braadworst? Okay, ja, die gaan we daar toch ook nog even vergelijken. Zit daar een banaan in? Ik denk dat daar een banaan in zit. Denk je niet, Rick? Vraag het. Ik vind wel dat ze hier heel creatief zijn. Kijk dit dan. Ja, dit kennen we in Nederland niet. Nee, nee. Sowieso niet. Puntje voor Duitsland. Shit. En daar heb je ook, daar hadden ze vorige week ook een groep van die handgemaakte houtwerkjes. Ja, maar daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Moet je dan onder de kerk omzetten of zo? En voor je vader of voor je moeder. Of voor je opa, oma. Oh, kijk nou. Er zijn negerzoenen. Weer negerzoenen. Dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Oh nee, hè? Hoe heet het dan? Zoenen. Zoenen. Oh, het ziet er wel echt goed uit, hè? Ja. Ja, misschien moeten we ook straks wel eens een keer proberen. Ja, als toetje gaan we dit doen. Ja. Toetje. Ja. Sieraden. Sieraden is al... Van die sieraden die dan goed zijn voor de bloeddoorstroming. Of zoiets. Is dat zo? Zijn dat die? Nee, dat denk ik. Dat verkopen ze vaker op de kerstmarkten. Echt? Oh, ja, dit is mijn bier. Oh, lekker. Is dat bier eigenlijk? Ja, bier. Oh, hier moeten we even kijken. Ja, dit is interessant. Nu komen we in de goede richting. Ja. Zo. Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van bier. Kom hier bij de
van de Nijmegen. Ja. Dat is zo lekker. Dat weet ik. Maar ik heb geen verstand van wat is. Wat een goed biertje is. En dan gaan we vragen. Hij ziet er goed uit nu voor mij. Ik moet hier geen wijs aan. Nee. Staan we ja, over. Dit is wel leuk. Star Wars bier. Ja. Ja. Iets voor jou? Nee. kijk, en mutsen. En sjaals. Ja, die heb, nee, die heb ik eigenlijk nog nodig. Een rode. Die ik vind bij het heel mijn leuk als je zo'n muts hebt met zo'n bolletje. Ja, dat vind ik ook leuk. Maar moet er één passen? Vraag je dan af of dat echt bont is, hè? Vraag maar. Oh, kijk, is dat leuk? Met glitters. Ja, kun je hebben. Maar volgens mij is dit echt bont. Vraag eens. En hoe zeg je dat in het Duits? Haben Sie, is die de... Echte bonte. Ja. Nee, maar ik weet niet, ik moet zeggen dat ik eigenlijk sowieso al die sjaals en mutsen, ik vind het allemaal maar niks. Je kunt ergens anders ook wel een mooie sjaal kopen. Ja, maar dus we misschien krijgen moeten we kijken wat we kunnen gaan eten en wat we kunnen gaan drinken. Ja, en we moeten nog een souvenirtje uitzoeken. Dat heb ik ook nog niet gezien. Nee, dat zijn topverrij, ja. Kleine beeldjes voor onder de kerstboom. Denk ziet er op zich wel leuk uit. Zometeen lopen we verder over de kerstmarkt en onderzoeken we onder meer de glühwein, het aanbod van de standjes en nog veel meer. Maar eerst gaan we terug naar Nijmegen voor het vuurwerk. Afgelopen week heeft de Raad van State beslist dat er in de gemeente Hilversum een gedeeltelijk vuurwerkverbod mag gaan gelden. Door de vele overlast in de afgelopen jaren wilde de gemeente dit verbod gaan invoeren, maar dat konden bij veel vuurwerkhandelaars niet in, die hun omzet al jaren zagen dalen. Desondanks heeft de hoogste rechter van Nederland nu dus besloten dat het verbod wel doorgevoerd mag worden en is daarmee onherroepelijk verklaard. Ook in Nijmegen wordt al jaren gediscussieerd over vuurwerk, want tijdens de Vierdaagse vindt er ook altijd een mooie show plaats en waarom zou dat dan niet kunnen tijdens Oud en Nieuw? Anderen pleiten juist weer voor vuurwerk vrije zones waarmee eventuele overlast wordt inbeperkt. Ik ben benieuwd wat Nijmegen hierover te zeggen heeft op straat. Moeten we het gewoon blijven zoals het nu is? Willen we vrije zones, een centrale show of willen we juist helemaal niks? Wow, dit is een moeilijke vraag. Gemeentelijk afsteken zeg je. Dat de gemeente zorgt voor de show in plaats van de mensen het allemaal zelf kunnen kopen? Nee, dat vind ik niet. Nee. Mag ik vragen waarom? Omdat de mensen zelf dan keuzes kunnen maken wat ze willen zien aan vuurwerk. En dat moet niet de gemeente gaan doen. In Hilversum wordt het nu met de gemeente afgestoken en niet meer door mensen zelf. Zou ze dat in Nijmegen ook moeten doen? Dat vind ik een heel goed idee. Ja? Ja. Waarom? Nou, omdat het heel veel overlast geeft, vuurwerk. En ik vind het heel goed dat het op dat één plek... Dat is echt Maria. Ja. Bent u zelf een vuurwerkliefhebber? Nee, niet echt een liefhebber, maar ik vind dat mensen zelf hun keuzes moeten kunnen maken. Ja. Kijk, echt vuurwerk hebben we niet gehad, hè. Toen ging bij de Smit kabiet, heb je er wat van gehoord? Ja, kabiet schieten. Ja, ja. En dan in zijn markt uit en allemaal sloegen. Dat was waar. Dat was een simpele vuur, waar we proberen denk ik ook ongelukken mee. Ja, maar het is tegenwoordig business, hè? Ja. Ja, mij boeit het niet meer. Ik steek het toch niet meer af. Maar ik snap, als je het zelf wil afsteken, is het wel jammer. Ja, kijk, wanneer je een beetje overdreven hebt, ja, dan... En ik dan mag er wel wat mee gebeuren, maar ik bedoel, ik geloof toch dat in Nijmegen meestal wel meevalt, hè? Of, Nou ja, het is een rommelzootje en ook het gevaar van oogletsel wordt in de groot. Want in onze straat wonen geen jongen, maar lekker meer. Dus ja, ik vind het wel goed dat ze het op één plek gaan afsteken, want ja, snap je, er kan er geen ongeluk gebeuren door die vandalisten net als die jongen daar, maar ja. Maar dat was hij dus? Ja, ja, eigenlijk wel. Steek jij zelf ook vuurwerk op? Nee, ik doe niet vuurwerk. Ik vind het is haram, wij mogen dat niet. Het is niet goed, het is geldverschooien. Het is gewoon verspillingen eigenlijk, ja. Het zou best leuk zijn als er een groot vuurwerk was. Ik zou het wel leuk vinden. Niet dat ik ga op mijn leeftijd meer s'avonds de deur uit, maar voor een hoop jongelui zou ik het best leuk vinden. Ik denk dat het wel leuk is dat je het met z'n allen doet. Ja, dus afschaffen van dat iedereen het zelf kan kopen en dan aan de gemeente. Ja, dat zou voor mij wel een goed idee lijken. Je zou ook kunnen denken aan wijksgewijs, hè? Want iedereen wil het graag in de eigen wijk doen. Met familie enzovoort bij elkaar. En die zijn niet van plan om ergens van Dukenburg naar Nijmegen naar het centrum toe te gaan.
Dus ik weet er verder geen oplossing hoor. Ja, een soort zones eigenlijk dan. Vuurwerkvrije zones die je hebt en juist ja, zones ja, wel. Vuurwerkvrije zones zou ik ook goed vinden, ja. En het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Extra betalen ervoor. Zullen we daarmee eens zijn? Ja, nou, dat zou mij niet heel veel uitmaken. Dat je bijvoorbeeld entree betaalt, weet ik, zodat je de beste uitzicht daarop hebt ofzo. Betalen belastinggeld, hè, dan kunnen we misschien daarvan aftrekken. Misschien dat ze een paar centen verhogen. Want ja, een miljoen mensen, nou ook een miljoen. Iedereen een euro bijleggen belastinggeld, ja, wie weet hè. Hij heeft zo'n 16 miljoen in jaren. Ja. Ja, als je gewoon verantwoord mee omgaat, dat is best wel leuk ook voor kinderen bijvoorbeeld. Dat die ouders dan een keer een vuurpijl afschieten tussen. En dat kan ook gewoon op een veilige manier. Ja. Maar dan moet je wel controleren. En dan moet je mensen voor hebben die dat willen doen. Controleren? Waar gaan je pietsen vandaan? Ik hoop dat meneer Bruls meekijkt natuurlijk, hè, de burgemeester. Hij zit er zelfs niet. Dat ik wel niet op. Ik kan er niet zo druk om maken. Gaat u nu jaar vieren? Ik heb een hekel aan de hele maand december. De hele december, er wordt geen kapietje. Vroeger zal ik maar niet zeggen. Komt dat? Oud en nieuw? Ja. Nieuw jaar? Nieuw jaar. Ja? Is goed. Oké. Okay. Ja. Ook op Twitter vroegen jullie mening over dat onderwerp. Dit is de uitslag. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. En dan zijn we weer terug in Oberhausen. Laten we snel de kerstmarkt opgaan op zoek naar iets warms. Heel graag. Nou, dan gaan we maar op zoek naar een lekkere warme glühwein, hè? Die kan... Of wil jij op... Ik heb een schoonzus en die kan die bezemboom gebruiken. Ben jij een heks? Ja, wil jij op die bezem? Ik wil op die bezem. Nee, maar ik wil wel echt op zoek naar glühwein eigenlijk, want ik begin het koud te krijgen. Ja, dat kan je wel gebruiken. Warme chocola heb ik hier niet gezien. Dat is nou echt typisch Nederlands. Ja, maar ook wel iets voor op de kerstmarkt met rum erin, hè? Er moet altijd alcohol in zitten. Zij gaat voor de alcohol. Jij gaat voor de zonder alcohol. Ja, zonder, ik moet nog rijden. Ja, ja. Maar ik heb eigenlijk zin om eerst gaan we een glühwein drinken. En dan gaan we iets eten. Maar wil je eten? Ja, we gaan iets eten. Ja, maar wat wil je eten? Oh. Wat wil je nou proeven op de kerstmarkt in Oberhausen? Ja, iets van... Champignonnen. Dat weet ik wel. Nee, misschien, kijk. Zoet of hartig? Hartig. Of zo'n crepe. Ja, maar dat doen we als toetje. Dan sluiten we mee af. Met Nutella. Ja! Yes. En banaan. Oh. En banaan. Nee, maar ik wil wel echt niet een worst, want ik heb al een worst op vorige week. Ja, ja, dat klopt, dat heb ik gezien. Was die lekker? Ja, super. Maar nou kun je niks vergelijken hoe de worst in het was. Nee, we kunnen wel een worst nemen, maar het lijkt me ook leuk om iets anders te eten. Ja. Hé, hey, hebben ze hier glühwein? Ja, glühwerk. Ja. Glühwerk. Allemaal? Nou, we hebben een lekkere glühwein gehaald. Even eerst proosten, hè? Aankijken. In de ogen. Anders komt het niet goed. En proost! Proost. Hij is wel warm, maar ik vind hem wel lekker. Maar we moeten het even nog beoordelen. Of wat voor cijfer we hier aan zouden hangen. Ik vind hem lekkerder dan in Gok. Ja, jij hebt wat te vergelijken. Ja. Ja. Ik vind dit wel een 8 waard. Ook wel maximaal. Nou, nu gaan we op zoek naar iets te eten. Ja, zijn we opgewarmd? Ja, we kunnen kijken of we een worst willen of iets anders. Maar ik heb in ieder geval gezien dat je ergens daar een halve braadworst kunt krijgen. Die wil ik. Ga er naartoe. Naar rechts. Maar dit vind ik dus echt niet interessant, hè? Al die kleine poppetjes, wat moet je ermee? Kijk nou, daar moet je toch helemaal niks mee? Je bent echt lullig. Je bent echt lullig. Dus kijk, knap. Wat is er nou weer knap aan? Kun jij dat maken? Ja. Hier, kijk dan.
Maar wat heb je eraan? Waarom zou je dat kopen? Ja, ik niet, maar... Nee, dat heb ik toch helemaal niet zo. Dat is toch... Oh, ik snap het. Die mevrouw vindt het wel heel mooi. Kijk, dat is voor een stalletje. Kijk, je kunt zo'n stal maken van Jezus en Maria en Jozef. Weet je wel? Dan kun je zo'n stalletje maken. Even onder de kerstboom. Kijk nou hoe leuk. Nou kijk, ja. Ik dacht net nog, wat moet je met die troep? Maar ik wil er gewoon een stal van maken. Ja, en die man kijkt heel blij die dingen maakt. Zag je? Wij gaan op zoek naar de halve meter worst. Braadworst. Anders denken de kijkers thuis dat jij op zoek gaat naar een hele andere soort worst. Nee, ik ga naar de braadworst. Braadworst. Maar als je dan zo'n broodje hebt, een broodje is zo, en die worst is dan een halve meter, dat is toch raar? Dan heb je, zeg maar, heel veel worst met heel weinig broodje. Maar goed, we zien wel. Ja, de kommetjes lopen gauw voorbij, want er zit toch niks in. Oh, hier zijn de halve meters braadworsten. Kijk nou. Je moet dat ook pakken. Kijk nou. Kijk nou. Is toch niet normaal? Kijk nou, hoe moeten we dat nou gaan eten? 1, 2, 3. We moeten eigenlijk saus erop doen. Ja, ik wil eigenlijk wel ook saus. Wij gaan terug. We want saus. Saus. Saus op tafel. Oh, ja. Oh, waar dan? Hier op de tafel. Waar dan? Oh. Oh, nou oké. Okay. Ja, lekker. Lukt dat? Ja, is die andere, is dat ketchup? Want ik wil ook wel ketchup. Oké. Okay. Nou, de worst is op. En nu gaan we op zoek naar een leuk souveniertje van Oberhausen. Jij had al iets gevonden voor je schoonzus. Ja, Dan gaan we eerst naar op zoek. De bezem. De bezem. Ja, die gaan en dan halen. Kijk ik verder. Ja, ja, ja. Goed. En het lijkt net alsof ik een bezem ga halen voor mijn schoonzus, omdat het een heks is. Maar dat is het niet, maar zij zat van het poetsen, van het opruimen. Precies, zij kan wel een bezem gebruiken. Volgende week is kerstmis, die komt onder de kerstboom. Precies, ik nou denk kijk. Dat ze er hartstikke blij mee is. We gaan hem halen. Kom. 8,90. Oh, dat is 8,90. Ja. Oh, I buy it. Nou. Kom maar. Nou, hij is binnen. Souvenir uit Oberhausen. Voor je schoonzus. En ik vlieg weg. Nou, jouw souvenir is binnen. Ik ben nog op zoek naar een leuk souvenir. Vlieg. Ik had al wat schattige beertjes gezien. Lijkt me wel leuk om een beer te kopen. Waarom? Voor wie is het? Voor mijn zus. Ja. Wij noemen elkaar beer. Okay. Altijd beer, op en neer. Ja, dat rijmt ook nog, ja. Ja, dus een beertje. En ik had bij zo'n kraampje heel veel beertjes gezien. Ja, Teddyland. Teddyland! Oh, wat lief! Kijk nou. Dit is wel echt leuk. Kijk nou al die beertjes. Dit is leuk. Dit is echt leuk. Nou, even kijken. Deze is wel leuk. Ik vind ze allemaal leuk. Lekker zacht. Kijk hoor, je hebt hier heel veel soorten beren. Zo kan, dit is gewoon... Zo'n ekel is net zo duur als mijn bezem. Dat meen je niet. Deze is ook leuk. Kijk nou, wat een leuke beer. Hij is echt lief. Oké, okay. Nou. De beer is binnen. Yay! Nou, ik moet zeggen dat ik het wel echt een leuke kerstmarkt vind. Hij is groter dan ik kocht. Jij is hij groter hoor? Ja, hij is zeker groter. Maar hij is wel anders. Ik voel bij Gok eigenlijk wat gezelliger, wat knusser. Dit is wat groter. En ik hoor nu muziek. En er was in het begin van de middag was er ook geen muziek. Vond ik echt wel een misser, want muziek maakt echt wel een beetje sfeer. Ja, het is wel dan kom je meer in de stemming. Ja, dat heb ik gemist. Maar hier heb je wel veel meer keus aan... Raampjes,
veel meer dingen te koop. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de mensen ervan vinden die hier rondlopen op de kerstmarkt in Oberhausen. Ik ga hen toch even vragen wat hun mening is en wat ze van de stemming vinden. En wat ze van de braadworst vinden en wat ze van alles eigenlijk vinden. Wat vinden ze van atmosferen? Bitte? Atmosfeer goed? Ja, eigenlijk zeer goed, wil ik zeggen. Ja? Normal. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Gibt's Glühwein? Also. En worst? Hm? En essen, worst, essen? Ja, haben wir schon gegessen. Schöne Bratwurst. Was? Ja? Und, ja, jetzt kommt Glühwein, die ist noch schöner jetzt. Ja. Glühwein trinken? Glühwein trinken. Gut? Sehr gut. Gleich kommen die Mädels noch und dann machen wir eine flotte Runde. Was? Ich sag, gleich kommen meine Mädels noch und dann machen wir eine flotte Runde. Oh, noch eine Runde. Ja. Ein, noch ein. Noch eine Runde. Ein, noch ein. Okay. Und was finden Sie von der Atmosphäre hier? Die Atmosphäre ist sehr gut. Ja? Ja, finde ich schon. Und Weihnachtsmarkt? Finde ich auch sehr schön. Wir kommen jedes Jahr hier hin. Ist immer wunderschön. Der Glühwein ist der schönste. Ja, das heitert etwas auf. Ja, okay, danke. Was finden Sie vom Weihnachtsmarkt? Die ganzen Holländer finde ich am schönsten hier. Die hier sind. Oh, danke. Generell, nicht nur Sie. Alle Was? Holländer. Alle Niederländer, die hier sind, ja. Ja, das ist das Schönste. Ja, das ist das Schönste hier, ja. Wir freuen uns jedes Jahr, wenn alle kommen. Wir freuen uns jedes Jahr, wenn alle Holländer kommen. Ja. Ja. Sie verstehen nicht, was ich meine. Was ist das? Ein Prager Grillschinken. Okay. What is this? Krautsalat. Lecker? Ja. Probieren. Nein. Okay. And what are you doing else on the Weihnachtsmarkt? Eigentlich nur essen. Und trinken? Ja, Glühwein trinken. Gisela? Holland. Ja. Okay. Genau. Genau. Genau, ist richtig. Was ist richtig? Alles ist richtig. Alles ist gut. Ich glaube, du musst jetzt kehren, schon. Was? Ich muss kehren? Ich glaube, ja. Ja. Wesen. Gute. Nein, nein, nein. Nein? Nein. Nein. Tulpen aus Amsterdam. Amsterdam. Tulpen. Ja. Ja. Ja, Bratwurst. Nöke, nicht betalen. Van achteren. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk. Volgende week sluit ons kerstmarktonderzoek af en dat doen we nog net iets verder, namelijk in Keulen. Blijf de komende week ook weer dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws via facebook.com/altijdaan1 en via onze website n1.nl. Deze en voorgaande afleveringen vind je terug via facebook.com/bezoeknijmegen en daar blijf je ook op de hoogte van al het leuks dat Nijmegen te bieden heeft op het gebied van cultuur en evenementen. Tot volgende week. Auf Wiedersehen! Get it, get it, get it, get it. Get it. My body's gonna get free.